Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tour de Boer. Zoals je ziet, achter mij al een trekker. Maar voor de rest nog weinig boerderij te bekennen. Het komt omdat ik net uit Utrecht kom en ik dan graag met gepast vervoer naar de boerderij ga. Kom mee! We gaan nu met deze trekker naar de boerderij. Dit is mijn vader. Stel je even voor. Ik ben Theo. Ik ben de vader van Kim. En ik ben een hele leuke papa. Zo, na deze tractorrit zijn we aangekomen op de boerderij van mijn ouders. Kaas- en zuivelboerderij De Diervoort. We zijn nu aangekomen op de locatie waar ook kaas wordt gemaakt en een winkel is, die ik jullie dadelijk allemaal ga laten zien. Op deze locatie zitten ongeveer 40 koeien. En alle melk die door deze koeien wordt gegeven, wordt allemaal gebruikt om te verzuivelen en in de winkel de producten te verkopen. Daarnaast hebben we nog een tweede locatie. En hier zitten nog ruim 150 koeien en deze melk wordt opgehaald door de fabriek. Ik wil jullie graag alles laten zien, maar we gaan eerst even binnenkijken. Kom maar mee. Voordat we naar binnen gaan, zie ik hier al een klein detail wat even meegenomen kan worden op de film. De brokken worden gebracht. Als eerste wil ik jullie nu graag de winkel laten zien. Hey Eline, kan je eens vertellen wat je hier allemaal doet? Ik verkoop de kazen en de yoghurt en jammetjes en andere producten aan de mensen die het willen hebben. En heb je zelf ook een lievelingskaas? De oude kaas denk ik. Ja, is toch de beste. Alle kaas- en zuivelproducten die we in de winkel verkopen, worden op het bedrijf gemaakt. Ook dit wil ik jullie graag laten zien. Dus kom mee naar de kaasmakerij. En dan komen we hier in de kaasmakerij. Ha, mama! Hey. Kan je wat vertellen over wat je hier allemaal doet? Jazeker. We hebben kaas voor je vandaag. Hier staan ze. Pers van de pers. Ja, vers van de pers. Kijk, wat ik laat zien. Een kaasje. Hartstikke leuk, echte boerenkaas. Nog even in de zoutbad morgen. Twee dagjes. En dan op de plank. Een paar weken rijpen. En dan heerlijke kaas. Dus de kaas stoppen. Wordt de kaas weer gemaakt. Een paar mesjes. En de dikke melk mee te snijden. Een trommel te maken. En dan hebben we nog pakketen staan voor melk te pasteuriseren, chocolade te maken of vanillevla te maken. De middelste ketel zit op dit moment melk in en dat moet yoghurt worden. Er zit een bacteriecultuur bij, dus morgen vroeg dan kunnen we yoghurt gaan afvullen. En op het eind is de karm. Het is nu leeg, maar dan maken we dus karmmelk in. Top! Ja. En dan kunnen we beslag hebben. Ja, kunnen we hier nog even... Door naar de opslag. Ja. Hier is het pekelbad en de kaasopslag. Dus de kaas die vandaag gemaakt zijn, gaan morgen in het zoutbad. Deze die zijn er net uitgekomen. Die moeten even drogen en die gaan op de plank. En dan liggen ze hier een hele tijd. Tot ze dus naar de winkel mogen. En dan wil ik jullie nu graag alles buiten laten zien. Ja, welkom allemaal bij onze lichtboxenstal hier van kaasboerderij Diervoort.
Hier kunnen 19 koeien in, maar op dit moment hebben we er maar 41 om precies te zijn. Die melk ik in onze 2x7 melkstal. Dat ga ik dus dadelijk doen. Ik ga dadelijk de koeien uit de wei halen. Ze lopen 24 uur per dag bijna in de wei. En dat betekent dat ze s'avonds om 6 uur halen en 's ochtends om 6 uur uit de wei. En 's nachts en tijdens het melken krijgen ze nog een beetje kuilvoer. Dit is derde snee, hartstikke mooi spul. Je zou het moeten ruiken. Heerlijk, heerlijk ruiken. Er zit een klein beetje. Ik zie dat, ik eet het zelf al op. Lekker. En er zit een beetje verse mais bij. Is niet helemaal ideaal, want die schijnt niet zo goed te verteren, maar hij zit er toch bij. Dat vreten ze een beetje nu. Tijdens het. Maar dat vreten ze dus tijdens het melken en dan blijven ze een uurtje binnen en dan gaan ze weer naar buiten. Door de tunnel, naar de wei en daar liggen, lopen ze. En nou, bij de veefok is natuurlijk ook altijd het fokdoel van een bedrijf belangrijk. Ja. Hebben jullie hier op het bedrijf een speciaal fokdoel met de koeien? Nou, we hebben een speciale fokdoel. Dat is een hele makkelijke, simpele koeien. Die robuuste koeien moet ik zeggen. Die lekker veel melk geven met veel vet en met name extra veel eiwit. En daarom kiezen we al jarenlang voor het Maas, Rijn en IJsselvee. kort afgekort MRI. Oké. Okay. Doei! Weet je wat ik ga doen? Ik ga de koeien even snel halen. Kunnen jullie mooi zien? Ja! Doei doei! Naast de koeien hebben we ook een paardenpension. Dat betekent dat mensen die een paard hebben bij ons een stal kunnen huren en hier hun paard kunnen neerzetten en gebruik kunnen maken van de rijbak en de weilanden. Kom maar mee, dan laat ik jullie even het beste paardje van stal zien. Falabella paard Streetdancer. We gaan hem nu even naar binnen zetten. Zo, Streetdancer weer in zijn hokje. Hierbij een kleine impressie van de paardenstal. Naast de koeien en de winkel en de kaasmakerij bij mijn ouders thuis op de boerderij hebben we ook nog een andere locatie met koeien die ik jullie graag wil laten zien. Dus we gaan weer lekker met de trekker naar de andere locatie, ook wel de koeientuin genoemd. Deze koeien worden dus bij ons thuis gemolken en daar wordt kaas van gemaakt en verkocht in onze winkel. Oh, wat mooi. Schitterend. Nou, daar zijn we dan. We zijn nu aangekomen op de koeientuin. Joost, kan jij ons hier in het kort even de basics vertellen? Ja, dat kan. We zijn hier op de koeientuin, we melken hier ongeveer 160 koeien met een melkstal. We hebben hier een rantsoen van gras. Houd even vast voor de camera, dan kan iedereen het lekker goed zien. Ja, we hebben hier een rantsoen van de eerste en de tweede snee gras van dit jaar, van 2020. Mais en bierborstel. Dus dat is het rantsoen. Oké, okay, en ik hoorde dat jullie een mesvergister hebben. Laten we daar even naartoe gaan. Hier wordt de dag vers mes vergist.
Dat is een mestvergister van Bio Electric. Daar gaat de dagverse mest van de koeien. Ongeveer 18 kuub per dag gaat er in de mestvergister. En dan wordt alleen zo'n vergister die draait alleen op mest. Die lopen op biogas en die drijven een dynamo aan, waardoor deze vergister levert 33 kilowatt. Per dag? Per uur. Per uur? Ja. Ah, oké. En wat doen jullie met die stroom? Die wordt geleverd op het net als we hem zelf niet nodig hebben. We hebben ook nog zonnepanelen, dus als we stroom over hebben, dan gaat hij gewoon het net op. Hierbij een overzicht van de koeientuin vanaf boven. En de koeien staan op dit moment te wachten tot ze gemolken worden. Ik hoop dat jullie middels al deze mooie video's een indruk hebben kunnen laten krijgen van het melkveebedrijf van mijn ouders. Als jullie nog vragen hebben, mogen jullie natuurlijk altijd bij me terecht. En als het weer kan, zijn jullie natuurlijk ook hier in Wijchen van harte welkom om een keer alles in het echt te komen bekijken. Dag allemaal! Leuk dat jullie hebben gekeken! Doei doei! Voor de volgende aflevering van Tour de Boer wil ik graag alle Tjitske nomineren.